Top. Zodat jij er beter uit zou zien. Wordt echt met de dag slechter, zeg maar. Hallo en goedemorgen. Het is woensdag en we beginnen de dag met een... We gaan even naar de Zeeman. We gaan even hemdjes kopen voor Yola. In ieder geval, ik ben 2 dagen vrij. Vrijdag hoef ik pas te vliegen. Dus deze 2 dagen staan even in het teken van de kindjes. Ja. En wat werk inhalen, hè? Edit en zo. Dat is leuk. Dit is bij de H&M trouwens. Beetje kort weer volgens jou. Nee joh. Is toch leuk? Ja, maar... Deze ook trouwens. Kijk, als je... Ja, als je gaat bukken. Ga je toch niet bukken? Superleuk dit, Yola. Mini-me dingetjes. Dit is echt heel erg leuk. Mama, kindje. Alleen wel jammer dat dan vaak die kindermaten niet echt tot Yola de maat gaan. Yola heeft een favoriet. Dit ziet er heel leuk uit, hè? Jill. Hele leuke kleding. En? Past die? Ja. Of is die te klein? Ja, past. Ja? Te klein. Top. Jax die slaapt eindelijk. Oh nee, hij is alweer wakker. Hij heeft een soort van dikke sprong. Hij slaapt 's nachts niet. Ik ook niet. Althans, in etappes van 2 uur. En overdag nu ook niet. Behalve dan nu in mijn armen. Oké, okay, even een foto maken. In de regen, maar heel snel. Oeh. Oh, je maakt al. Ja. Wacht even mijn sleutel. Dat je vingers niet meegaan. Oh ja, je weet wat ik met je doe, hè? Hm? Als je vreemd gaat. Ga ik hierin? Oh, dan gaat hij hierin. Gaat hij erin? Ja, maar schat. Dat is nooit. Eerste keer dat je tofu eet, Bart? Nee, ik heb vaker tofu gegeten. Nee. Maar dat vind ik normaal nooit echt lekker. Terwijl je saus zit er doorheen en dat geeft ja. Een smaak. Ja, echt lekker. Maar normaal vind ik tofu heel smaakloos. Nepvlees als tofu helemaal niet lekker. Oeh. Hoi. Hoezo moet ik die oortjes op? Dit is van Yola, Bart. Nou, ik wil dus eens even zeggen, dit is mijn favoriete nieuwe broek. Flared broek. Die heb ik van de Weekamp en deze. Nou ja, van een samenwerking die ik heb met de Weekamp. Dat gaat verder op Instagram. Dus als je daar meer over wil zien, dan kun je even mijn highlight stories van fashion bekijken. Want ja, zo'n goede fashion chick ben ik. Maar... wel heel erg leuk. Er komen heel veel leuke dingen voorbij de komende tijd. Ook voor de feestdagen. En Bart die vindt... Jawel. Jawel. Bart die vindt ja. Deze outfit leuk. Dat zeg ik niet vaak. Nee, maar het staat gewoon lekker verzorgd, lekker fris, lekker alles sexy. Alles wat niet bij jou is op dit moment met je joggingbroek. Ik heb dit speciaal... Nee, je kwam met je pak binnen. Schat, okay. We hadden afgesproken dat ik dit speciaal aan zou trekken, zodat jij er beter uit zou zien. Oh jongens, ik voel me zo slecht vandaag. Je bent een beetje ziekjes, hè? Ik voel me heel wazig en ik heb last van mijn arm. Oh, waar sinds ik gisteren. Tegenaan sta. Voor degene die de vlog gisteren niet hebben gezien, of van eergisteren. Ik had dus een vaccinatie gekregen gisteren in mijn arm. Tegen de tyfus. En nou voel ik me... Dat zijn 2 piepjes. Vaccinatie... En tyfus. Ja, en nu voel ik me echt niet zo heel oké, zeg maar.
Dus ik ga nu naar bed. En dan hopen dat het morgen weg is. Ik hoop zo dat Jax doorslaapt vandaag. Ik niet. Vannacht. Ik hoop dat hij de hele nacht keihard gaat krijgen. Daar heb ik echt zin in. Oh, je denkt dat als ik dit nu zeg dan... Nou, zo werkt het niet, hè? Okay, let's go for tonight. Hallo, het is donderdag en Jax heeft... Nou, het wordt echt met de dag slechter, zeg maar. Die slaapt tegenwoordig 's nachts een uurtje en dan wordt hij schreeuwend wakker. En dan weer een uurtje, half uurtje. En dan weer een beetje half huilend. En dan dat ik denk van, huh, heb ik nou zelf eigenlijk alweer geslapen? Nee, nog niet, want ik lig wakker. En dan val ik net een paar minuten weg en dan begint het weer. En zo gaat het gewoon de hele nacht door. Ik denk ook echt dat hij serieus misschien een beetje ziek is of zo. Hij voelt ook warm. Ik heb hem wel opgemeten net. Hij heeft geen koorts. Maar toch vind ik het een beetje raar. Ik ga het even in de gaten houden vandaag. Hij is ook, ja, gisteren was hij ook al zo. Hij is ook echt een beetje, nou ja, gewoon. Ja, gewoon zo. Het is wel oké hoor, maar ja, hij is wel heel snel huilerig en zo. Het resultaat daarvan is dat ik dus ook heel erg slecht ga eten. Ik weet niet of jullie dat kennen, als je heel erg moe bent, dan ga je juist heel erg slecht eten. Om het een soort van te compenseren of zo, of kijken of je daar energie uit kunt halen. Dus ik ben nu met broodjes bezig met lekker mayo erop. De status van vandaag is dit. Ik probeer namelijk... een vlog te editen, want die moet eigenlijk morgenochtend af zijn. En het probleem is... Oh, schat, het papier is niet lekker. Maar het is niet goed voor je. Die moet morgenochtend af zijn. En ik moet morgenochtend vliegen. En dat heel vroeg. Dus ik moet ook op tijd naar bed gaan. Dus ik kan niet in de avond, wanneer Jack slaapt, mijn vlog editen. Dus ik dacht dat ik in de middag, wanneer hij slaapt, maar... Hij slaapt niet vandaag. Misschien dat je in de namiddag nog een dutje wil doen. Ik ga hem gewoon weer proberen. Ik ga maar naar beneden. Eet smakelijk, schatje. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Het was wachten is weer op Bart. Bart, waar ben je? Ik ben even al mijn spullen aan het klaarzetten voor vannacht. Want ga ik weer vliegen. Jawel, er komt weer een nieuwe vliegvlog aan. En net vandaag is Jax, dat hebben jullie waarschijnlijk wel gemerkt. En de vlog van vandaag een beetje kort. Jax gewoon non-stop. Verdrietig. Dus dat is echt niet leuk. Er is echt iets, lijkt wel. I don't know. Als dit een sprong is, is het wel heel bizar. Ik blijf hem ook opmeten. Ik dacht dat hij koorts had of zo, maar ook dat is het niet. En hij wil nu ook gewoon niet slapen. Terwijl ik zelf wel moet slapen, want ik moet dus om 4:30 opstaan. Maar ja, hij wil niet slapen, dus ja, ik kan niet slapen met een huilende baby. Dus ik ga er nu even verder mee dealen en hoe dat verder afloopt, dat zien jullie wel in de vliegvlog die wel komt. Dus deze camera gaat nu mijn tas in en dan ga ik het allemaal vastleggen hoe dat weer gaat gebeuren, dat vliegen. Ciao! Fuck that joint.